In 2014 ontstond het idee van de Autisme Experience. Het uitleggen van autisme kan nog best lastig zijn. Dus daarom hopen de initiatiefnemers het publiek een belevenis te bieden. Dit gebeurt middels een interactieve attractie. Ja, de Autisme Experience is een interactieve beleving die moet laten voelen hoe het is om autisme te hebben voor mensen die bijvoorbeeld zelf geen autisme hebben. Ja, die Autisme Experience moet er komen op een fysieke plek, maar zolang die er nog niet is, zijn we bezig aan een mini-autisme experience op wielen. En daarom staan we nu op dit moment bij deze caravan. We willen de caravan zo inrichten dat die multi-inzetbaar is. We willen hem bijvoorbeeld gebruiken als radiostudio. Dat we bijvoorbeeld een podcast kunnen opnemen over autisme. Maar we willen ook dat we er trainingen in kunnen geven. En dat bedrijven ons kunnen vragen om die training te komen geven. Zodat de awareness en het begrip rondom bijvoorbeeld collega's met autisme vergroot wordt. Volgens de initiatiefnemers is er nog veel onbegrip over autisme. Heel vaak wordt er een beetje een Hollywood-achtig beeld geschetst van autisme. Alsof ja, iedereen met autisme midden op het zebrapad stopt op het moment dat het stoplicht op rood springt. Nou ja, de meeste mensen met autisme herkennen zich daar helemaal niet in. En wat wij willen doen is juist de diversiteit van autisme uitleggen. Omdat autisme bij iedereen zo anders is. Er moet nog veel gebeuren, maar de doelstellingen zijn duidelijk. Zo moet er onder andere nog een vaste locatie worden gevonden. Uiteindelijk willen we graag een gebouw hebben waar we dus de experience in, zeg maar, full swing noem ik het maar even, kunnen laten zien. Maar dat ook een plek is waar bijvoorbeeld een restaurant in zit en een ontmoeting. Er zijn allemaal super mooie visuals van gemaakt. Wat wij met de Autisme Experience willen bereiken is dat we een plek worden die op een laagdrempelige manier te bezoeken is voor eigenlijk iedereen. Niet alleen voor mensen met autisme of ouders van kinderen met autisme, maar ook voor de leerkrachten, ook voor de sportleider van de voetbalclub. Iedereen uit het netwerk en ook gewoon voor mensen die eigenlijk helemaal geen link hebben met autisme, maar daar gewoon wel wat meer van willen weten. En zo'n plek bestaat er eigenlijk nog niet. De caravan zal vanaf 1 juni door heel Nederland te zien zijn.